Ik kom toch tot ontdekking dat wij het gaafste werk hebben wat er maar te bedenken is. En dat is gewoon super gaaf. Je weet, het is mijn motto al dat je persoonlijk tot alles in staat bent. Maar ja, als je dat dan in een team doet en je hebt allemaal die mindset, ja, dan ga je, dit zijn 9 mensen, nou, die worden bij elkaar, krijgen ze de kracht van al 20 mensen. En dat is echt heel gaaf om te zien. Prachtig werk. Wij zijn Michel en Daisy. Wij leven op Happy Island, vlakbij Amsterdam. Wij delen ons plekje met zoveel mogelijk mensen die er net als wij gelukkig van worden. Het is onze missie om pauzemomenten te faciliteren. En dat doen we met unieke logeerplekjes op en rondom het eiland. Maar ook door trainingen en coaching. Iedere zondagochtend delen we onze belevenissen, zodat jij ook even pauze kunt nemen. Wij kunnen het waarderen als je ons volgt en je abonneert op ons YouTube-kanaal. Een teamtraining heet bij ons Island Break. Het is een training voor een team van een bedrijf met uiteenlopende thema's zoals samenwerken, communiceren, conflicten hanteren, elkaar beter leren kennen en noem maar op. Een van de vormen waarin we zo'n training kunnen gieten is een 24 uurs, waarbij het hele team een etmaal lang bij elkaar is op Happy Island. Het grote voordeel is dat er geen deadlines zijn en dat iedereen 's avonds kan blijven en we alle onderdelen van een dag met elkaar beleven. Dat maakt een training ontspannen en afwisselend en het helpt enorm bij het begrijpen van elkaar. Iedere Island Break is anders. Dit is een impressie van die van deze week. Iets anders dat wij organiseren is een geluksvriendinnenweekend. Het is een soort retraite voor een vriendinnengroep. Deze week waren er 6 vriendinnen die 2 dagen pauze namen op Happy Island. Het doel van zo'n geluksweekend is rust, ontspanning en lol. We gebruiken meditaties, visualisaties, yoga en nog veel meer om deze dagen onvergetelijk te maken.
Het was weer een heerlijke week. We hopen dat je een grote glimlach op je gezicht hebt. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.